Nou jongens, daar zijn we weer. Oud en vertrouwd bij de McDonald's. Meest aangevraagde video ooit. McDonald's McBanks. Jongens, ja. we're back. We're back. Mijn zuster Isabelle. Wij gaan lekker bestellen. En dan gaan we beginnen. Want het is allemaal... niemand boeit in. Nee, niemand boeit in. We gaan dus eten. We gaan gewoon eten. Want daar komen jullie voor. Ja. Ja, we gaan gewoon allemaal lekkere dingetjes bestellen. En dan lekker samen delen. Want we komen er niet... We komen er gewoon niet uit wat we willen. Of wat we... Big oh, de nieuwe Big Mac heb je nu. Oeh, ze die proberen. Hallo, sorry. Wat wil je allemaal? We willen een grote friet. Een frietsaus. Ja, twee. Ja. Een mac croquette. Ja. Een filet of fish. Ja. Een quarter pounder. Ja. En even kijken hoor. En nog een Big Mac met bacon. Oh, en een kipnugget. Dat was hem. Nee, en nog een kipnugget 6. Van zout mag erbij. Zoetzuur. Ja. En nog een frietsaus. Nee. Nee. En wil je nog wat drinken? Nee, ik heb water. Ik heb een handpies. Nee, ook een beetje. Nee, is goed zo. Ja. Dat was hem. Ja. Ja, voor de 22,15 dan mag je naar de deur staan. Dankjewel. Nou, 22 euro. Wel zo goedkoop. Ik dacht, we zijn echt heel veel kwijt. Als je twee voordeelmenu's neemt, ben je ook 20 euro kwijt. Ja. Wat hebben we echt fucking veel, hè? Is het schroefjes hier los? Heel kut. Het is er echt drama. Drama. Godverdomokers. Zo, dankjewel. Eenie, mini, kule. Hey, het is echt heel rustig. Wat lekker. We kunnen zo doorrijden. We kunnen zo doorrijden. Oh, wat een... Ja, ik ga die schroef nooit meer vinden. Ja, dat weet ik nog niet. Is hij hier gevallen, denk je? Ja, want hij viel hier toch en toen greep ik hem en toen... ja. Misschien ligt hij hier op. Oh. Ik moet echt mijn auto schoonmaken, zo goed. Ja, ik zie ook alleen maar schijt. Ja, allemaal. Nee, kijk dit ook. Ja, zijn die van dat? Ons? Ja, twee coronatesten. Oh. Ja, positief. Oh. Dat is niet positief, toch? Nee. 22,15. Ja, daar klopt toch geen hol van. We hebben een Big Mac. Dat, grote friet. Kipnuggets. Mac croquettes. Big Tasty. Nee, een quarter pounder en een filet fish. Ja. En een Mac croquette. Ja. Nou, nah, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik dacht, we zijn echt wel veel kwijt. Ik ging gisteren naar McDonald's. Wat had ik toen? Ik had nou friet, Mac croquette en 9 kipnuggets. En dat was. En we hebben ook nog kinderen. Dat was al 15 euro. Ja. En dit is 22. Nou, volgens mij is. Als ze dingen zijn vergeten, dan ga ik opnieuw. Ja, ik heb het niet goed gekeken. Ik zei, goedemorgen, gaat iemand ons helpen? Ja, er staat hier echt van. Hey. Dankjewel. Ik ga naar boven zetten. Ja. Friet met croquette, vis filet, quarter pounder, Big Mac, nuggets. Ja. Het klopt ook. Het klopt gewoon. Jongens, we hebben eten! McDonald's, oké. Okay. Oh yeah, motherfuckers! Thumbnailsje eigenlijk. Oh ja. Doe even met eten. We hebben hier sausjes. Sauce, we love sauce. Saucy. Is dat soetje? Ja. Zo, wat een grote! Lijkt wel, of niet? Hij is één slagje. Eén stukje hoger. Ja. Oké, okay, we hebben dus een Big Mac. De nieuwe Big Mac met bacon. Hij is juicier en nog iets stond er. Mooier. Mac croquette, patat. En dit was het al. Oh nee, en een quarter pounder. Nee, er zit nog heel veel vis. Chicken nuggets. Oh. En de filet ook. Die neem maar echt nooit. Nooit. Maar we nemen ze wel. Ja, toen ging hij nu weer. Oké. Okay. Ik ga het even proberen om vast te houden. Nog wat. Nou, mensen zullen wat denken, maar zullen we dit opkrijgen? We zien het wel, weet je. I never know. Oh, lekker. Mmm, zo goed. Hoor. Maar wie neemt wat eerst? Maakt niet uit. Kipnuggies. Die filetvis ook. Dat schattige bolletje. Ja, zo. Dat is een bolletje. Bolletje. Oké, okay, ik ga beginnen met quarter pounder. Ik ga beginnen met... de Big Mac. Weet je wat ik eigenlijk altijd nog een keer zou willen doen? Nou? Animal style fries maken. Waarom gaan we dat niet een keer doen? Ja. Of die noedels met die rice cakes en dan die pittige saus.
Nee, dat is echt iets voor jou. Ik heb het laatst geprobeerd te maken, maar het was echt niet. Niet. En? Ja, het was wel lekker, maar ik had gewoon geen goede saus. Mm. Oké, okay. Oh mijn god, hoe eet je dit normaal? Niet gewoon. Maar, met McDonald's friet wil ik het maken dan. Dat is een grote burger zit hier. Ik vind me juist niet juicier. Nee? Droog? Ja. Ik zat dat te zoeken. Hoeveel sausie? Oh, hier zit allemaal oude. Zo, sausie voor de ding. Ja. Er zit een grote friet. Ja, dit is echt klein van de kleinste. Ik vind hem niet juicier hoor. Nee. Hoezo is dit beter? Ik vind hem helemaal niet beter. Hetzelfde gewoon. Ja. Niet goed? Jawel. Nee, droger. Ah. Ik vind deze wel lekker, die quarter pounder. Heb ik echt nooit. Maar lekker ook, ja. Lekker veel saus. Die is juicy, hoor. Die is veel juicier, denk ik. Ja. Ja. Vandaag wil je het hebben over het hebben van een eigen bedrijf. Ja. En dan namelijk is Isabel. Ik denk dat het best wel interessant is om daar gewoon over te hebben. Ja, een beetje ondernemen. Ja, ondernemen. Ik hoor best wel vaak mensen van ik wil dit starten, ik wil dat ondernemen en bla 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 bla. Ja. Dus ik heb een paar leuke vragen. Oh, leuk. Ik had echt helemaal de tekst gezegd van sowieso super leuk dat jij je eigen bedrijfje hebt gestart. Ah. Erg dapper. Hoe heb je die stap nou weten te zetten? Nou, ik doe samen met Indy het bedrijf Villa Bella. En dit begon omdat wij zetten bij elkaar. Wat is het, vlieg? Ja. En we zetten bij elkaar in de klas. Ja. En toen kreeg ons opdracht dat je een eigen bedrijf moest starten. Nou, heel veel mensen die nemen niet de schoolopdracht niet echt serieus. Want ja, boeien. Ja. Ik rond het af en het is klaar. Ja. Maar wij hadden er zoveel plezier in. En we kregen ook echt bestellingen. Dat, ja. Dat was wel de bedoeling, maar het hoefde niet, nee. Zeg maar. Het ging erom dat je gewoon het proces leren. Ja, precies. Dus nou, wij gingen naar groothandels toe. We gingen nieuwe website maken. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Het is ook iets wat je al wat langer zei. Want ik vind het lijkt echt leuk om eigen sieradenbedrijf of webshopje te hebben. Dat vind ik zo leuk. Ik kan nu switchen naar iets anders. Of willen we dat? Ja. En toen, toen zijn we eigenlijk onze schoolopdracht afgerond. Dus we konden op de kamer verkoophandel van school. En van jong ondernemen heette dat. En toen ging het eigenlijk heel goed. En we bleven maar verkopen. We hadden er heel veel plezier in. En toen zijn we eigenlijk zelf overgestapt naar een kamer verkoophandelnummer. Ja. En toen zijn dat je nog een beetje gedoe eerst. Ja. Dat je toen heel lang op school was blijven hangen. Klopt, dat we hadden heel lang op school blijven hangen. En we hadden best wel veel omzet gedraaid. Dus hadden officieel ook belasting moeten betalen en zo. Maar ja, wij wisten dat niet echt. Omdat school zei, dat daar hebben wij niets mee te maken. Nee. Maar omdat wij zoveel omzet hadden, moest het eigenlijk wel. Maar ja, uiteindelijk was jong ondernemen. Zijn dat dan bijvoorbeeld echt dingen dat je denkt, zo joh, ik heb nooit aangedacht. Van wat erbij zou kunnen komen, kunnen komen kijken. Nou gewoon, dat je echt, ik dacht, nee, ik kan even iets weten als ik aan het feesten ben. Aan het feesten? Hoe heet dat? Dat zei ik nou. Waar ik nooit aan had gedacht. Ja. Ja, dat je echt heel veel moet verkopen al wil je iets verdienen. Ja. Ja ik dacht van, je verkoopt. Want op het begin hadden we natuurlijk geen... Ik vind het inderdaad geen beter, niet... Nee, hè? Juicier of lekkerder. Ja. Maar niks te maken hadden wij met B2W. Dus alles wat we verdienden, konden we dan zelf overmaken. Nou, nu. Nee, je moet echt heel veel omzet draaien. Om een beetje te kunnen verdienen. Maar. En daarom, ik zou ook leuk moeten vertellen, dat de prijzen, dat dingen duurder moeten worden. Ja. Anders kan je er niet aan verdienen. Tegenwoordig is alles, je moet zoveel B2W afdragen. Dat je gewoon echt, je moet gewoon duur zijn. Ik zie andere bedrijven, ze zijn veel goedkoper. En denk van, hoe dan? Ja. Dan verdien je gewoon echt niks hoor. Nee. En wij zijn ook zonder verzendkosten, dus dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Ja. Maar dat is ook wat jongeren mij niet moeten vergeten. Is dat je denkt van,
Oké, misschien is het daar goedkoper, maar soms wil je gewoon iemand toch ook helpen en supporten. Dat en ook. Diegene en moet gewoon zoveel vragen, anders ga je gewoon niet van kunnen leven. Nee, maar wij zijn helemaal niet duur hoor. Nee. Want ik zie ook wel, bijvoorbeeld mijn jewelry. Nee joh, die betaal je de hele prijs. Je betaal je veel meer en is eigenlijk gewoon dezelfde groothandel, bijna. Ja. Dus er komen dingen wat hun hebben wij veel ook. Veel dezelfde dingen. Ja. Dus ja, maar je moet natuurlijk een beetje, wij richten weer een beetje op klanten en we willen alles zo goed mogelijk doen. Dus veel vaste klanten hebben we ook wel. Die zeggen, ja, ik stel alleen maar bij jullie, maar ik weet dat als het goed is, dat het gewoon goed zit. Ja, dat is dus dat moet je gewoon een beetje opbouwen. Ja, en sowieso met alles wat je doet, is het hard werken. Het duurt echt even voordat je iets kan opbouwen. Investeren. Dus alleen maar investeren. De eerste jaren gewoon investeren. En een Nike of een Adidas is ook ergens vandaan gekomen. En dat heeft ook jaren en tijd. Het kan niet in één keer dat je. Stel, het lukt ons niet, weet je. Kan ook, maar dan hebben we wel een hele leuke ervaring gehad en we hebben heel veel geleerd. Meer dan dat ik ooit op school zou leren. Ja, stel jij zou nu een nieuw bedrijf starten, weet je precies waar je tegenaan gaat lopen. Ja. En ja. Nog steeds lopen we tegen dingen aan hoor. Dus we zijn nu ook, we krijgen een nieuwe website, die staat misschien online als de video online staat. Mm-hmm. We hebben ook helemaal zelf gemaakt met iemand samen. En we krijgen ook kleding, dus dat zijn ook weer van die nieuwe dingetjes dat je denkt, gaat het wel werken? Want we hebben al eerder kleding gehad, maar we zaten toen net een beetje met het wisselend seizoen. Ja. En, maar ik weet niet, lastig, maar ja. Gewoon proberen. Ja. Wat is het meest verrassende wat je tijdens het gehele proces ondernemen hebt gehad? Dat je negatiefs. Wat je misschien van hebt geleerd of hebt meegemaakt. Ja, toch wel een beetje dat mensen echt in jou vertrouwen of zo. Ja? Ja. Dat mensen, het soort van omwerkt dat mensen echt op jouw website hun geld uitgeven. En je krijgt best wel bestellingen van een heel hoog bedrag. Dat je denkt, wow, dat die mensen die vertrouwen jou, dat jij daadwerkelijk die spullen gaat opsturen. Ja. Want het is geen Zara of een, nee, weet ik veel. Nee. Vooral in het begin zag het natuurlijk was het professioneel. Ja, maar helemaal nog niet. Nee. Nee, maar dat kan ook niet. Nee. Het wordt steeds professioneler, omdat je gewoon steeds meer dingen gaat leren. Om meer geld te hebben, om er weer in verder te investeren. Ja. Lekker kerstje. Lekker hè? Blijft goed. Ja. Top. Ja, jullie hebben nu dus een nieuwe collectie. Heb je ook nieuwe collectie van sieraden? Ja. Hoe kom je dan tot zo'n nieuwe collectie? Nou, je merkt bij de groothandel heb je ook heel vaak in bepaalde seizoenen komen bepaalde soorten sieraden. Dus ja. In de zomer heb je heel veel kleuren en of parels. Dat hebben wij nu heel veel met parels. Ja. En wij gaan eigenlijk gewoon, je merkt heel erg zodra hoe langer jij je producten in je website staan, hoe minder goed het gaat lopen. Dus als je alleen maar hetzelfde houdt, zijn mensen op uitgekeken, bestellen ze niks meer. Ja, maar die hebben ze al. Of ja, je moet gewoon steeds maar vernieuwen. Dus elke keer denk ik, nou, dan gaan we naar de groothandel. Gaan we samen dingetjes uitzoeken wat we leuk vinden, wat een beetje bij elkaar past. Setjes maken. Ja. En we hebben dan in de zomer vooral parels gehad. En dat zie je veel, vind ik ook heel leuk. Vind ik heel leuk. En dan een beetje met die chunky dingen. Bijvoorbeeld deze komt dan nieuw. En deze trui. Maar dit bijvoorbeeld, ik hou er echt van. Lekker van die grote kettingen. Ja, heerlijk. Maar ja, je wilt natuurlijk ook een beetje dat voor ieder wat wils is. Dat iedereen wel, dus klopt. Dat je denkt ik wil dat. Maar ja, we hebben hele subtiele ketting, maar ook hele grove. Ja. Dus en ja, we kijken gewoon eigenlijk daar en proberen ook het meest stainless steel items te hebben. Dat we geen klachten krijgen over, oh het verkleurt ineens. Nee, die hebben wel het meest echt waterproof. Stainless, ja, waterproof, ja. Ja, dan gaan we foto's maken en leuke locaties. En ben je dan bijvoorbeeld wel eens bang dat het dan helemaal fout zou gaan? Ja, natuurlijk. Ja? Maar dat heb ik nu met die kleding. Ik denk van ja, ik vind het heel leuk wat we hebben gekocht. En ik zou het zelf echt dragen. Maar misschien is voor die mensen de drempel heel hoog om ergens anders kleding te kopen. Ja, misschien sta je nu zo bekend om je sieraden, maar met kleding zijn ze natuurlijk nog helemaal goed. Niet. En, ja, dat dus. Dus ja, we moeten gewoon zoveel mogelijk promoten. En live gaan op Instagram werkt ook heel goed. Ja? Ja.
Dus dat doen we meteen bestellingen. Want mensen vragen naar van, hoe ziet het eruit? Ja. Dan kan ik het laten zien, ik kan het aandoen. Oh. Dat werkt zo goed. Ja, ik zie jullie best wel vaak live, man. Ja, ik doe het heel vaak als ik bestelling ga inpakken. Gaan mensen gelijk vragen van, oh, heb je dit nog op voorraad? En hoe ziet dat eruit? En dan laat ik het zien en dan bestellen ze het. Wat schattig. Dat is echt heel leuk. Dus volg ons op Instagram trouwens. Als ik dan live ga, dan kan je meteen vragen stellen. Dat is wel je Ja, zeg ik altijd, stel lekker vragen. Ja. En dan, dat is schattig, hè? Zo schattig. Die mensen zijn echt, die hebben echt soort fans ook. Ja. Die overal reageren op elke post, denk op elke verhaal. Van, oh, wat leuk, wat gaaf. Wat leuk. Denk je dat iedereen het zou kunnen doen? Of denk je, je hebt wel echt bepaalde kwaliteit of eigenschap hiervoor nodig? Nee, ik denk dat iedereen het wel kan. Ja? Ja. Als je het echt wil. Als je het echt wil, even het heel erg leuk, dan kan iedereen het. Kijk, weet je, wij hadden op het begin ook niet de beste kwaliteit foto's. Nee. En nog steeds niet. Dat gaat alleen maar beter worden, maar... Je leert zoveel van je eigen fouten. Ja. Ik denk dat iedereen het kan. Want wacht even, Leo. Ja, je betaalt €50 voor een Kamer van Koophandelnummer. Ja, eenmalig, hè? Eenmalig. Ja. Dus dan kan je gewoon al je bedrijf starten. Ja. Dus eenmalig €50. Ja, je moet natuurlijk. Ja, dat is heel schattig. Kijk dat bolletje. En dat kaasje zo drip. Ach, ik heb dit echt nog maar één keer op in mijn leven. Ja, met mij was dat. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Zeg, bijna 2 jaar geleden of zo. Dit is echt een super schattig bolletje. Echt een toekie. Maar je moet wel natuurlijk geld hebben om te kunnen investeren. Ja. Maar als je bijvoorbeeld sieraden doet, dan hoef je niet meteen een heel groot voorraad te hebben. En meteen heel veel in te kopen. Dus met een heel klein bedrag kan je al beginnen. Ja. Ja, dat is wel ik leuk. Ik denk dat iedereen het kan. Dus als je het doet, als je het wil, doe het. Wees creatief. Iedereen kan het echt. Ja. Je moet gewoon de juiste mensen om je heen hebben. Ja, het allerbelangrijkste is gewoon echt dat je er 100% voor gaat en dat je het echt wil. Als je het half gaat doen en nee, dan moet je het gewoon echt doen. Je moet het gewoon echt doen. En je gaat echt fouten maken dat je denkt, jezus, ik heb zoveel tijd ingestoken en ik heb gewoon geen reet verdiend. Ja. Dat heb je gewoon. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit, want... Ik ben ervan overtuigd, dat had jij ook met je YouTube, dat je denkt van oké, mijn views zijn laag, mijn abonnees blijven laag. Maar hoe lang jij er doorgaat, hoe langer jij blijft posten, blijft filmen, hoe meer mensen je op een gegeven moment je gaat zien en kennen. Ook al was het 1 abonnee groei, het is groei. Ja. Dus als jij elke week 1 abonnee erbij krijgt, dan heb je dus elke week 1 erbij. En de volgende keer wordt dat misschien 2, en de volgende keer wordt het misschien 5, en de volgende keer wordt het misschien 10. Dus ook al zijn het... hele kleine stappen. Je moet de gedrevenheid, de passie hebben om toch door te gaan. Ja. En alleen dan haal je het. Je gaat niet pas boom. Ja, echt 1 op de 1000 misschien heeft pas boom geluk bekend. Maar daar zit soms ook jaren aan voorwerk achter. Dat weet je soms dat weet je niet. Echt niet. Nee, het kan bij sommigen gaat het heel snel. Die post een video en doen meteen een paar duizend abonnees. Maar daar moet je niet naar kijken. Nee. Want er zijn ook genoeg die het wel doen en het niet lukt. En juist knapper hoe jij het gewoon door blijft gaan. En het leuk vindt. Je moet natuurlijk alle tijden gewoon leuk blijven vinden. Je moet het wel leuk vinden. Niet dat je denkt, oh, ik moet dit voor doen. Ik heb nog nooit gehad dat ik denk, nou, ik heb hier toch geen zin in. Nee, ik vind het altijd leuk. Ja. Het is altijd leuk, omdat het van jezelf ook is. Ja, dat is het. Je doet het voor jezelf. Niet voor een baas of zo. Nee, het is echt voor jezelf. Het is je eigen geld en je eigen... Ja, alles wat je... Hoe noem je dat? Jouw resultaten zijn jouw resultaten. Dat heb jij behaald. Ja, dus je wordt echt zo trots op jezelf. Ja. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik vind hem trouwens niet zo bijzonder. Nee, helemaal niet. Het is bijna geen smaak, gewoon. Alleen uw saus. Ja, ik proef alleen maar saus. Ik vind die broodjes soort taai. Dat had ik ook bij die Big Mac. Oh, echt? Ja, ik vind die filet of vis dus gewoon echt naar niks smaken. Nee, niet boeiend. Nee, ik zit al vol. Ik ook. Nou, dat best wel op hoor. Mm. Ik weet niet, Mackie, ze moet even met iets nieuws komen. Ja, inderdaad. Heb je er wel eens over nagedacht om te stoppen? Nou, ik heb eigenlijk nooit echt gedacht van ik stop met het hele bedrijf. Maar ik doe het natuurlijk samen met iemand en heb ik wel eens gedacht van... Ik wil het liever alleen doen, omdat... Twee meningen. En kan botsen. Het kan botsen, dat merk je wel erg. Maar ja, eigenlijk hebben we daar ons overheen gezet. Want ik heb het ook wel veel toen ook met jou over gehad. Van ja, wat moet ik ermee? En ik deed weer dingen wat zij weer niet goed vond. En zij deed weer dingen wat ik niet mee eens was. Dus ja, dat heb je gewoon. Maar we
we praten er wel over. En we zijn hier opeens heel erg gaan. Ja. Maar ja, ik weet niet. Op een gegeven moment praat je er gewoon over. Ja, en dan moeten we samen proberen uit te komen. Ja, en dan gewoon elkaars mening respecteren. En vanuit daar kijken. Van wat en daar leer je ook weer van. Ja, dus. En nu het allemaal wel steeds drukker wordt. Ook met de boekhouding en zo. Is het echt heel fijn als je het samen met iemand doet. Ja. Want als ik het nu allemaal alleen zou moeten doen. En school en mijn werk. Dat kan niet. Je vult elkaar aan. Ja, dus dat. En zij ziet weer dingen die ik niet zie. En andersom ook. Dus, ja. En is er dan één tip die je zou willen meegeven? Als iemand een eigen bedrijf wil starten, maakt niet uit in wat. Niet opgeven als het minder gaat. Dat is één tip, denk ik. Vind ik een hele goeie. Ja, want dat, dat heb ik ook wel eens. Dat heb ik zelf als je YouTube-kanaal Ja, als jouw abonnees heel lang op stil staan, dat hebben wij nu een beetje met onze volgers. En we zijn ook iets minder actief omdat we heel druk zijn. Maar dan denk ik soms van, nou, wat heeft het nog voor zin? Maar je moet niet opgeven, want als je weer verder gaat en je pakt het op, dan gaat het weer helemaal goed. Ja. Ja. Niet opgeven. Je merkt ook gewoon hoe meer moeite erin steekt, hoe meer eruit komt. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Als jij er geen moeite in steekt, dan gebeurt er ook echt niks. Het gaat niet, niks gaat vanzelf. Het gaat geen één bedrijf. Je zou echt denken van één, whatever iemand, niks gaat vanzelf in dit leven. Niks. Nee, je zou echt denken van, oh, je start even een bedrijf, ik krijg vanzelf bestemming. Nou, dan kan ik lekker op mijn lui weer reet liggen. Dat nee, gaat dat kan allemaal echt wel. Niet. Nee, echt niet. Nee. Maar daarom, dus. Al zou bijvoorbeeld een Enzo Knol nu niks meer plaatsen, dan is hij over een jaar vergeten. Ja. Dan bestaat hij niet meer, dan is hij weer iemand anders. Ja, klopt. Dus je moet niet opgeven en als je iets wil, ga ervoor. Doe het. En het wat lukt waarschijnlijk niet op het begin, lukt het gewoon niet. Dat is gewoon, bijna feit. Maar daarom zie je ook, degene die het maken zijn degene die door blijven zetten. Ja. De afvallers, dat zijn allemaal degene die dus niet genoeg motivatie hebben, niet genoeg wilskracht. Ja. Ja, dan kom je er niet. Dan kom je dus er met niet. Niks zo. Nee, ook niet met school, ook niet met je werk. Als jij met school niks uitvoert, haal je ook je cijfers niet. En dan kan je ook niet slagen. Dat is precies hetzelfde. Ja, met je werk later. Alles, niks vanzelf. Geen vriendschap gaat vanzelf, geen relatie van het gaat vanzelf. Nee. Dus je moet gewoon altijd moeite en tijd in stop blijven stoppen. Ja. Want als ik jou nooit meer zou appen. En dan denk je van, jezus, komt er nog een keer wat van. En elke keer zeg je, zullen we dit doen, dat doen? Nee, kan niet, kan niet. Doe er geen moeite, doe er geen tijd voor maar. Dan zou ik ook denken, dan is op een gegeven moment de vriendschap voorbij. Want dan denk je ook van, nou, zoek het lekker uit. Ja. Dus tip van de dag. Wat een inspiratie van de video. We hebben een inspiratievideo gemaakt. Helemaal leuk. Lekker onder het genot van een burgertje. Heerlijk. Nee, jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zit echt propvol. We hebben echt... Weer in ik neem nog even een kipmix. Oké. Ik heb er al een paar op. Nee, ik nog niks. Oh, weet het? We hebben het echt in één stuk doorlopen. Kan, hè? Ja, we hadden gewoon een beetje rustig aan moeten doen, maar dat kan ik niet. Ik kan het ook niet. Ik ook niet. Maar goed. Hoe kan je rustig aan je opeten? Sommige mensen zitten in een restaurant. En dat hadden we toch in Barcelona, dat iemand zo'n berg met nachos en zo had. En die nam niet eens de eerste 10 minuten had hij die nacho niet aangeraakt. Het was gewoon zijn lunch, die nachos, zeg maar. Dat kan toch niet? Zijn vrouw had echt gewoon een broodje. Nou, ik wil er gewoon bijna één pakken, want wij moesten wachten op ons eten. Ik had honger. Ik denk, raak die fucking nachos aan, ga eten. En dan echt één voor één en nee, dat kan niet. Ik snap het niet. Ik ook niet. Laat hier naar beneden weten. In de reacties, ben jij een snelle eter of juist een langzame eter? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ben heel benieuwd naar. Wat denk jij? Ik denk dat het is veel snel. Ik denk ook veel snel. Eigenlijk slecht voor je. Zo, dat is heel slecht voor je buik. Je kan beter heel rustig, want omdat wij nu snel hebben gegeten, zit je opeens bam, poes, vol. Ja, en heb je eigenlijk ik kou ook niet voor mijn gevoel. Je hebt ook te veel gegeten nu. Als je gewoon langzaam eet, denk je van, oh, ik zit vol, ik stop. Maar nu denk je, gevreten! En dan zit je opeens veel te vol. Klopt, met sushi is het ook zo. Ja. Maar goed, hè, je moet ook een beetje kunnen genieten in het leven. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop dat jullie het verhaal van Isabel ook heel leuk vonden. Ik vond het ook leuk om te horen. Soms praat je er niet echt over. Natuurlijk weet ik altijd wat er aan de hand is. En weet je. Maar je gaat niet echt vaak over je bedrijf praten naar elkaar. Nee. Op die manier. Nee, niet echt die vrij van. Nee. Ik vond het wel leuk. Ik ook. Ja. Dus hebben jullie een leuke idee voor de volgende keer? Zijn altijd welkom. Let me know. Volg ons ook op Instagram. Volg Labella op Insta. Hou het allemaal in de gaten. Een nieuwe collectie komt binnenkort heel online, leuk. Echt hele leuke dingen. En dan zie ik jullie volgende keer. Doei!